Vertel, wat kan ik voor je doen? Nou, wat ik graag wil is dat ik dit overschot wat ik hier heb, dat dat weggaat. Want dat drukt heel erg op mijn ogen en daar heb ik best last van. Ik trek dan heel erg zo op om nog wat te kunnen zien. En ja, daardoor trek je natuurlijk heel veel rimpels in je gezicht. Dat willen we niet. Nee. En ik merk ook dat ik daardoor last heb van mijn ogen. Door de hele dag met je ogen zo open te zitten is denk ik ook niet heel goed. Dat is ook vermoeiend. Dus het liefst heb ik dat dat gewoon mooi allemaal weggaat en dat het niet meer op de wimperrand rust. Maar dat ik dan mooi open blik krijg. Ja, dat kan. En je zegt ik heb last van mijn ogen. Bedoel je dan dat je eerder tranende ogen hebt of eerder droge ogen? Ja, ze tranen eerder. Maar het kan ook heel droog zijn, doordat je het de hele dag opensperrt. Het is in ieder geval regelmatig heel rood. Ja, dat is ook niet mooi. Ben je verder goed gezond? Ja. Ja. Gebruik je nog iets van medicijnen? Nee. Ergens allergisch voor? Ook niet. Nee. En rook je? Nee. Oké, helemaal goed. Nou, dan gaan we even kijken naar je gezicht. Ik pak er even een spiegel bij. Wat je ziet, hè, aan jouw gezicht is dat je inderdaad je wenkbrauwen wat optrekt. Hè, dus dat je daardoor wat rimpels in je voorhoofd trekt. Hè. Je hebt ook wat lijntjes hier tussen de ogen en wat huidoverschot. Hè. Dus kun je eens je ogen dicht doen. Hè. Ja. Kijk, er kan inderdaad een klein stukje huid tussenuit. Hè. Je zal zien dat als je daar wat huid tussenuit haalt, dat je wenkbrauwen, maar weer open hoor, dat je wenkbrauwen dan weer een beetje gaan zakken en dat die rimpels dan wat minder worden. Die zullen niet helemaal weggaan, hè. Mocht je die fronsrimpel ook helemaal weg hebben, dan kan dat door bijvoorbeeld een beetje botox aanvullend te doen. Maar dat zal niet weggaan door alleen een ooglidcorrectie. De rimpels in je voorhoofd zullen wel een beetje minder worden door deze operatie. Je krijgt een litteken dan, wat precies in de plooi loopt. Dus het boogje van je ooglid wordt weer wat meer zichtbaar na deze operatie. Kijk, je ziet hier inderdaad een klein beetje huidoverschot, hè? Ja, doe maar weer open. En dan dat huidoverschot, dat zit nu boven je wimpers. Daar maken we het litteken en dan krijg je een litteken in de plooi en dan zie je niet meer die huidoverschot in de plooi. Als we een bovenooglidcorrectie doen, dan kom je op de dag van de operatie. Dan gaan we eerst een tekeningetje maken. En als het tekeningetje gemaakt is, ga je naar de operatiekamer. Daar verdoven we het, want de hele operatie is onder lokale verdoving. Dus je bent helemaal wakker. Je voelt geen pijn, maar je voelt en hoort wel dat we bezig zijn met de operatie. Maar het mag geen pijn doen. Dus je begint met een paar prikjes voor de verdoving. Die zijn soms wat gemeen, maar daarna is het oké. De operatie duurt ongeveer een klein uurtje. En na de operatie ga je terug naar de uitslaapkamer. En daar krijg je een koeling voor op je ogen om het even na te koelen. En dan, als dat gebeurd is, mag je uiteindelijk naar huis. De eerste dagen na de operatie moet je echt rustig aan doen. Niet sporten, niet te veel bukken, niet met je hoofd naar beneden. Want we willen vermijden dat er druk op je ogen komt. Dus je moet echt een beetje rustig aan doen. De hechtinkjes die erin zitten blijven 1 week zitten. En 1 week na de operatie kom je terug en dan halen we de hechtinkjes eruit. Die eerste week zie je er niet zo fraai uit. Het zal een beetje blauw zijn en wat dik. Maar na een weekje ziet het er al een stuk beter uit. En na 6 weken zie je ongeveer het eindresultaat. Nou, na de operatie ga je dus meteen naar de uitslaapkamer. En dan gaan we het koelen. En je zal zien dat het aan het eind van de dag al een beetje gezwollen is. En vaak ook al blauw. De dag na de operatie is het meestal nog erger. En dan zie je dat het daarna elke dag een beetje beter begint te gaan. Na 7 dagen zie je er alweer goed toonbaar uit. De oplettende kijker zal dan nog zeker zien dat er geopereerd is. Het kan nog een klein beetje blauw zijn of je kan nog een klein korstje hebben ter plaatse van de hechting. Maar over het algemeen zie je er na een weekje alweer goed uit. Kun je ook gewoon naar buiten vanaf de eerste dag? Ja, zeker. Je mag de dag van de operatie gewoon naar buiten. Ik adviseer dan wel om echt een goede beschermende zonnebril op te zetten.
Zeker die eerste week. Als de hechtingen eruit zijn, dan hoeft dat niet meer. Maar het is wel belangrijk om een litteken is altijd extra gevoelig voor zonschade, om dat goed te beschermen tegen de zon. En wat dan bijvoorbeeld handig is om een lippenbalsem, daar zit vaak een factor 50 in, om die altijd in je tas te hebben, zodat je die op je ogen kan doen als bescherming, zodat je altijd factor 50. Je kan ook elke dag een dagcreme met factor 50, maar het is belangrijk om littekens een jaar lang te beschermen tegen de zon. En dat mag je meteen na de operatie ook doen, na de eerste dag? Nee, niet na de eerste dag. Pas als de hechtingjes eruit zijn en de wonden helemaal genezen zijn. Dan pas kan je dat erop smeren. En hoe maak ik de eerste week mijn ogen schoon? Alleen met een beetje water. Okay. En een washandje. En ja. Verder niet. En geen make-up? Geen make-up de eerste week. En stel dat het nou in een aantal jaren gewoon weer veel huid is, kan ik dan nog een keer zo'n ooglidoperatie ondergaan? Ja, natuurlijk. Wat je eigenlijk doet bij een ooglidcorrectie, hè, is dat je de tijd van veroudering een beetje terugdraait, hè, maar je stopt het niet. Dus de veroudering gaat na de operatie gewoon door. En soms komen mensen na 10 of 20 jaar nog een keer terug en zeggen, nou, ik heb toch weer een beetje huidoverschot. En dan kan je prima nog een keer een bovenooglidcorrectie doen. Wat je moet weten als je een bovenooglidcorrectie wil ondergaan, is dat elke operatie complicaties heeft. Gelukkig zien we bij deze operatie zelden complicaties, maar het kan natuurlijk wel. De meest voorkomende complicatie is dat iemand nog last heeft van droge ogen de eerste maanden na de operatie. Meestal trekt dat wel weg, maar dat kan wel. Een andere complicatie is dat je in het begin bij de waar de hechtingjes naar buiten komen, een klein zwellinkje ziet, een kleine kieste, die trekt meestal ook weg na een tijdje. Er zijn weinig complicaties die heel ernstig zijn die bij deze operatie voorkomen. Hoe gaat het met je? Prima. Ja, fijn. Ja, hoor. Operatie is helemaal goed gegaan, alles ging volgens plan. Dus lekker even koelen nu en lekker uitrusten thuis, rustig aan doen. Ja? Ja, oké. Okay. Bedankt hè. Ja, goed herstel.